Ik heb één herinnering van een keer dat ik samen met Claire een concert gaf. En toen was daarna een hang in de bar. Waar we op een gegeven moment allerlei andere zangers ook binnenliepen. En toen gingen we keihard Steve Reich muziek draaien. Rare moderne muziek. En keihard headbangend overal op tafels, op bar, dat zingen. Het is niet muziek waarbij je dat verwacht, maar het werd een soort metal hang. Toen dacht ik wel echt, dit is wel splendor. Ja, ik heb heel veel zin in. Ik heb nog geen idee wat er precies gaat gebeuren. Ik weet wel dat ik met Marnix een nummer ga doen. Met Marnix waar ik ook Hush CD mee heb opgenomen. Maar dit keer gaan we iets raars zingen over Rosa Luxemburg die als lijk in het water wegdrijft. De komende 10 jaar, misschien ben ik hier nog wel 10 jaar, geen idee. Ik weet wel dat ik zelf in een soort heel nieuw artistiek punt sta. Ik ben veel meer aan het schrijven, ik ben andere dingen aan het onderzoeken. En ik weet ook, er gaan weer nieuwe mensen bij Splendor komen. Dus ik heb best wel veel zin om mijn nieuwe creativiteit echt hier te gaan ontwikkelen met ook nieuwe mensen. Omdat dit echt de enige plek is waar ik dat kan doen. Omdat het echt de enige plek is waar je echt mag vallen en opstaan. Keihard op je bek mag gaan. Iets totaal mag mislukken. En dan denk je, oké, ga morgen weer iets proberen. Dus daar heb ik heel veel zin in.